Goedendag, het is op en top herfstweer in het land. Zo is een poncho op de fiets echt geen overbodige luxe. Het hebben we allemaal te danken aan lage drukgebieden. Op de weerkaart voor vanavond en vannacht zien we ook een groot lage drukgebied voor de kust van ons liggen, boven de Britse eilanden. Een bijbehorende storing trekt deze avond en nacht over met behoorlijk wat regen. Die regen trekt weliswaar door, morgen lijkt het wel even mee te vallen. Maar we blijven toch onder invloed van lage drukgebieden. Vooral die vrijdag is even een interessante dag om goed in de gaten te houden. Want we zien dat wij in eerste instantie nog met een zuidwestelijke wind in relatief mildere lucht liggen. Maar vanuit het noorden komt toch koelere lucht onze kant op. En op dat scheidingsvlak zien we als het ware een soort knijpveld. De isobaren van gelijke luchtdruk die lijken wat te knijpen in dit gebied. Met ook actieve buien en ook daar actief weer. En het zou wel eens tot windstoten kunnen komen van 75 of 100 km per uur. Vrijdagochtend en middag aan de kustgebieden en op de Waddeneilanden. En dat heeft alles te maken met dat die koudere lucht er dan inkomt. En we zullen ook zien zometeen dat de temperatuur dan aardig naar beneden gaat. Dat systeem trekt over. Het weekend verloopt daarentegen een stuk rustiger. We krijgen te maken met een uitloper van hoge druk. Een hoge drukgebied trekt vanaf de Azoren richting Frankrijk en Duitsland. Wordt het allemaal wel wat rustiger. Maar we hebben nog altijd te maken met die stroming die eerst nog uit het noorden kwam. Aanvoer van betrekkelijk koele lucht. En we zullen zien zometeen dat de nacht naar zondag toe met heldere condities ook echt wel aan de koele kant gaat verlopen. Maar goed, het opknappen van het weer, dat is waarschijnlijk wel van tijdelijke aard. Het valt precies in het weekend. Want na het weekend zien we alweer een parade van lage drukgebieden vanaf de oceaan onze kant op komen. Het is nu nog even de vraag wat exact de timing gaat zijn van die systemen. Maar u kunt zich voorstellen, met twee van dit soort systemen in de buurt, ja, dan wordt het absoluut niet stabiel. Het wisselvallige weer, dat houdt nog wel even stand en aan. En als we ook nog even kijken naar de wind op hoogte, op zo'n 10 kilometer hoogte, dan kunnen we altijd heel goed de straalstroom zien. De straalstroom is de aanjager van het weer bij ons. Zorgt dus ook voor die algemene westenwinden waar we altijd mee te maken hebben. En zeker in het najaar is de straalstroom wat actiever dan bijvoorbeeld in de zomer. Dat heeft te maken met koude lucht die al langzaam begint op te bouwen ten noorden van ons. Terwijl het Middellandse Zeegebied nog altijd zomers warm is. En dat verschil wil opgeheven worden. En beide luchtsoorten komen vaak op onze breedtegraad in aanraking met elkaar. En dan zien we dat die straalstroom begint te activeren. En zolang die straalstroom bij ons in de buurt ligt, ja, zit ook actief weer bij ons in de buurt. En we zullen zien dat tijdens het weekend het allemaal wat rustig wordt. Die straalstroom duikt tijdelijk even wat meer richting Zuid-Europa. Maar uiteindelijk zien we na het weekend dat die straalstroom er toch weer inkomt bij ons. En dat het actievere weer gewoon weer terugkomt na een tweetal rustigere dagen. Goed, gaan we eerst naar het weer nog voor vanavond. Gaan we weer dus even terug. Vanavond hebben we te maken met veel bewolking. De bewolking wordt eigenlijk alleen maar dikker. En vanuit het zuiden begint het uiteindelijk te regenen. Er trekt namelijk een storing over dat we net ook op de weerkaart konden zien. En zeker in de nachtperiode moet een groot deel van het land rekening houden met toch wel behoorlijke regenhoeveelheden. Die regenhoeveelheden kunnen zelfs oplopen naar 20 of 30 mm. En morgenochtend is die regen dan doorgetrokken richting Duitsland. Wordt het allemaal wat rustiger bij ons. De zon komt er even bij. Uiteindelijk trekt de wind wel weer aan naar matig tot zelfs vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. En dan volgen een aantal losse buien. Verspreid over het land, ook mogelijk met onweer. Maar bij 17 of 18 graden is het op zich nog niet super koud. En dan volgt toch wel een interessante vrijdag. Wat regenbuien die over het land trekken. Zeker aan de kustprovincies actievere buien. En dan moet vooral de kustregio in het noorden, maar ook in het westen, eigenlijk het hele gebied wat ik nu heb aangetekend, toch wel rekening houden met windstoten. Die kunnen oplopen naar 75 of 100 km per uur. In het binnenland is het lange tijd rustiger weer. De wind trekt er weliswaar aan, maar met de buien valt het lange tijd mee. En zeker richting Limburg en de Achterhoek kan ook nog even een tijdje de zon schijnen, bij misschien nog wel een graad of 17. De dagen daarna, zaterdag in de ochtend, nog een paar buien die overtrekken. Maar in de loop van zondag dus, of eigenlijk in de loop van zaterdag, rustiger weer en zondag toch wel redelijk mooi weer. En die nacht van zaterdag op zondag, dat wordt dus een koudere nacht. Dat zien we ook in de pluim heel goed terug. Dus de pluim voor het midden van het land. Dan zien we een toch wel duidelijk koudere nacht terug. Als we de pluim van het oosten erbij hadden gepakt, dan hadden we gezien dat hij nog een paar graden lager uitkwam. Het gemiddelde komt daar op een graad of 4 uit. En aan de grond zou het een graadje kunnen vriezen. Maar u ziet het ook, na dat iets warmere weer op donderdag,
met een graad of 18, is het eigenlijk de komende tijd constant gematigd voor de tijd van het jaar. Het gemiddelde komt zo rond de 15 graden uit, zaterdag een fractie lager. En op de iets langere termijn zien we wel wat spreiding in de pluim, maar die spreiding is niet dusdanig groot dat er grote verschillen zijn. En wat betreft de neerslag, als we ook nog heel even naar kijken, dan zien we dat drogere weekend terug, na die twee hele natte dagen. En volgende week keren die neerslagkansen gewoon weer terug. Ja, echt stabiel weer zit er voorlopig even niet in. Het blijft dus echt al een beetje herfstachtig. Ik wens u een fijne dag.